And I wish that I could take things back, but truth be told. I mean, I don't even think about another girl, just the music now that you're gone. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. I've been on the road playing lots of shows for the fans, but me. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hey allemaal en welkom bij deze hele speciale vlog. Ik ga een paar video's maken eigenlijk over het filmfestival van Oostende, want ik sta hier al bij het logo. En vorig jaar ben ik hier geweest met de Rode Loper voor de Ensors en voor de laatste dag van het filmfestival van Oostende. Maar dit jaar blijf ik hier eigenlijk gewoon het hele festival lang. Dus welkom alleszins bij de nieuwe vlog. Straks meer over het wat je allemaal kan verwachten. Hey, ik hoop dat jullie mij horen, maar ondertussen loop ik al aan de Zeedijk en dat samen met... Jessie. Voilà, en zij is ook social media reporter voor het filmfestival. We hebben heel de middag eigenlijk gewoon samen gezeten en van alles overlopen, schema's bekeken. En ik heb ondertussen wel een schema van wat ik allemaal wil doen, maar ik denk, niet te heet al. Ik weet het echt totaal nog niet, dus ik ga gewoon een beetje op mij af laten komen. En ik ga dus eigenlijk meer of een week lang jullie meenemen naar eigenlijk de leukste behind the scenes en de leukste evenementen hier tijdens de hele week. En het eerste wat we nu gaan doen is de film, de sterlegging bedoel ik. De sterlegging van... Matteo Simoni. Voilà, en daar gaan we nu naartoe. Stop jongens, we staan eigenlijk bij het Kursaal van Oostende en hier gaat eigenlijk de eerste rolloper plaatsvinden en dat is voor de film Engel. En ja, eigenlijk de cast en eigenlijk alle bv's die komen hier straks gepasseerd door de rolloper en ja, we gaan proberen nog een keer een praatje te doen. Iedereen op mijn stories staan er bijvoorbeeld. Mega Toby komt waarschijnlijk. Dus Louis Talke, wat? Het is mijn eerste keer hier, maar het is leuk. En wat verwacht je van vanavond van de voorstelling? Oh, ik verwacht vooral eigenlijk om veel collega's terug te zien. Ik heb een paar regisseurs dat ik nog eens een gesprek moet mee hebben. Over bepaalde dingen die al schrijven zijn en bepaalde projecten. En de film zelf is gewoon, ben ik eigenlijk heel benieuwd naar. Ik ben ook benieuwd om Matteo's keuzes nog te zien en te horen, want ik vind Matteo een top collega en een hele fijne gast, dus ik ben wel benieuwd. En ga je nog iets van het filmfestival meemaken? Ga je nog naar een bepaalde film? Dat hangt er nog vanaf van onze planning een beetje. We hebben een planning die heel varieert en wie weet, het is in onze eigen provincie, dus dat kan wel zijn. Hey. Hey. Sorry. Wat verwacht je van de film vanavond? Heel veel. Ik heb daar juist buiten ook al gezegd. Ik verwacht ook wel dat er... Maar ik verwacht. Nee, ik vind dat je moet hier sowieso iemand is die verhalen kan vertellen. Dus het is niet aan mij om van alles te verwachten. Maar ik ga er... Als ik zijn filmtaal begrijp, denk ik dat ik een heel mooi verhaal heb. Merci. Oké, dat was de eerste dag van het filmfestival van Oostende en ik ben hier met... Amelie! Hey Jessie! Ja, dat was de eerste dag van het filmfestival van Oostende en tot morgen! Hey allemaal, ondertussen is het dag 3, het is zondag en vandaag komt Jean-Claude Van Damme naar het filmfestival van Oostende. Ik ga dat jammer genoeg niet meemaken, want ik ga andere dingen doen vandaag, want er is gewoon te veel coverage over Jean-Claude Van Damme dat ik ook gewoon iets anders zou doen. Als je dat wil zien van Jean-Claude Van Damme, je kan de Instagram en de Facebook checken van het filmfestival van Oostende. Maar ik ben net wakker en ik ga vandaag naar een film Oude Tijden, met Bepi Millicent dat erin meespeelt en Jane Barefoot. Het is een Nederlandse productie en ik ben wel echt enorm benieuwd. Het gaat over een
koppel. Ja, een ouder koppel die eigenlijk vroeger samen was, maar hun kind sterft. En op deze manier komen ze eigenlijk weer samen en hebben ze een affaire die ze moeten verbergen voor hun kinderen en voor de families. Maar na de film heb ik ook een interview met Bepi Millicent. En s'avonds ga ik ook nog naar het tweede gelaat gaan kijken. Maar ik toon even hoe mijn dag gaat. Ja, eerst en vooral wil ik echt proficiat zeggen met zo'n mooie vertolking. Ja, dat is echt, ja, dat is echt helemaal in het verhaal. Dat is echt heel mooi gebracht. Maar wat ik me afvroeg is van, als Nederlander in België, wat vind je eigenlijk dat het filmfestival daar eigenlijk voor zorgt dat er Nederlandse films ook op het programma staan? Ik begrijp die scheidingen nooit zo goed. Nederland en België, we spreken ongeveer dezelfde taal, althans de Vlamingen en de Nederlanders. En ja, ik ben er trots op dat ik eerlijk gezegd in België mag uitkomen met de film. Want ik vind zonder te willen slijmen, maar ik vind echt dat jullie hele mooie dingen maken. En zeker op filmgebied, en zeker op theatergebied, en zeker op als het om series gaat. Dat is echt heel, heel mooi. Dat doen wij ook hoor. Maar ja, we doen niet voor elkaar onder, snap je? Ja. Dus ik vind echt, ik hoop heel erg dat dat nog meer en meer en meer door elkaar heen gaat lopen. Mm-hmm. Waarom niet? Ja, de combinatie is leuk, hè? Ja, jullie hebben echt weer. Jullie, ik zeg dat heel stom. Ja, maar, nee. Ik bedoel, ja, vanuit Nederland wordt dat enorm gewaardeerd. Dat is al heel langzaam. Ja. We hadden altijd alle Belgen naar Nederland toe. Uh-huh. Omdat we daar heel veel waardering voor hebben. En dus ja, laat dat zo blijven. Laat het over en weer elkaar inspireren en waarderen. Uh-huh. En wat is een grens? Dat is helemaal niks. Het mooie is, vind ik, dat jullie echt zo anders zijn op een leuke manier dan weer wij. En wij kunnen daar een hoop van leren, vind ik. Ja, we kunnen dus van elkaar leren. Dat is eigenlijk de grote boodschap. Ja, ja, ik heb, kijk, wat wij zelf te bieden hebben, dat ervaar ik niet echt zo heel erg actief, omdat ik natuurlijk daarvan, nou, dat ken ik. Uh-huh. Ik vind het vooral geweldig wat jullie te bieden hebben. Dat is niet omdat ik jullie beter vind of zo, maar gewoon omdat ik dat nieuw vind. Uh-huh. En dat, ik hoop alleen dat het een beetje weggaat, dat zogenaamde verschil tussen die grenzen, of die stomme Hollanders, of die stomme Belgen. Wat een onzin zeg. Kom op jongens, laten niet zo kinderachtig. Ik hou alvast in van Nederland. Dus. Ik van België. En laten we niet zo stom met dat verschil benaderen. Mm-hmm. Er is niet zoveel verschil uiteindelijk, denk ik. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Waar zijn legende? We gaan dan niet langer in spanning houden dan de mensen ook niet. We gaan niet over je vertolking in de tweede glaad. Dankjewel. Hey jongens, vandaag is dag 5 ondertussen van het filmfestival van Oostende. En vandaag ben ik eigenlijk hier al met Axel. Die staat hier. Want wij gaan samen gaan kijken naar de film Catacombe, waar Kevin Janssens ook mee meespeelt. En eigenlijk, ja, het is een Nederlandse film en we zijn super hard benieuwd. En straks spreek ik eigenlijk de hoofdrolspeler. Ondertussen sta ik hier eigenlijk al bij de regisseur en de hoofdrolspeler van Catacombe. En ja, mijn eerste vraag is, wat was uw meest unieke ervaring eigenlijk van het opnemen van deze film? Ik denk dat er is één specifieke scène in de film die best wel moeilijk was in het voorbereiden ook. En waar we best wel moeite hadden om die lopend te krijgen. Dat die echt pakkend was en dat we het gevoel hadden van zo floot die lekker. En dat heeft echt heel lang geduurd om die neer te zetten. Tot de dag zelfs dat we hem gingen draaien was hij er eigenlijk nog niet. En toen kwam Victor met een soort stappenplan waarin hij globaal beschreef, dit is ongeveer, zo moet je hem doen, zo ga je erin, dit is het midden, dit is het einde. Maar je moet het eigenlijk maar een beetje improviseren. Dat is de enige scène die geïmproviseerd is tijdens de film. En ik en Liliane, de tegenspeelster, die voelden ons best wel opgezet. Ja. Dat was wel zo, oké, wat flik je ons nou? Diezelfde dag ben ik, denk door de spanning, nog door mijn rug gegaan. Er moest een officio komen om mij aan het lopen te maken. En uiteindelijk spelen we die scène de eerste keer en er hing een bepaalde stilte op de set. En na de eerste keer ging finaal mis. En je voelde ook echt dat soort van, gaat dit nog wel goed komen? En ja, op een gegeven moment begon het te lopen en ging Liliane los en voelde ik in één keer heel erg wat zij zei op mijzelf betrekken. En het is een scène waar
best wel emoties in los moeten komen. En ik heb in de voorbereiding met Monique Hendricks gezeten en die zei tegen mij, stel je hebt een scène waar je bijvoorbeeld in moet huilen of waar er staat dat je zou kunnen huilen, maar je moet niet huilen, moet je nooit huilen. Want dat gaat zo nep overkomen. En nu was ik helemaal niet meer bezig met de scène. Ik luisterde naar wat Liliane zei en het raakte mij en in één keer vloeide die tranen. Ik denk dat dat voor mij de meest memorabele scène was. Proberen niet te acteren, maar gewoon. Ja, en vooral ook dat het me zo aangreep wat ze zei en dat het zo binnenkwam en dat je eigenlijk op zo'n moment echt eigenlijk niet meer aan het acteren bent. Waarom dan opeens uiteindelijk een rapper kiezen voor deze film? Nou, ik koos niet zozeer een rapper, maar ik ken Willem al heel lang. Ik ken hem als muzikant, maar ook gewoon als mens en als vriend. En ik was altijd al onder de indruk van hoe hij op beeld het doet, om het zo maar even plat te zeggen. En het voelde voor mij heel goed toen ik dacht van ik ga een film maken over dit personage en dit, dat gaat een beetje zijn hoe dat personage voelt. En toen was eigenlijk meteen het idee dat ik Willem daarvoor wilde hebben. Dus ik heb hem toen ook meteen gevraagd, er stond nog niks op papier. Maar ik wist wel, dit gaat voor mij werken. En ik weet, ik ken Willem zijn mentaliteit. En ik weet dat als hij dit wil, dat hij er dan zo voor gaat dat het gaat werken. En dat is gebleken. Hey, ondertussen is de film gedaan. Je zag dat ik net gesproken heb met de hoofdrolspeler. Ik ben zijn naam alweer kwijt, Willem de Bruin. En ik ben hier dus altijd met Axel. En wat vond je van de film? De film was bijzonder. Ja, ik vond het, maar ik ben ook niet zo voetbal-minded. Ja, ik denk dat we het gewoon niet zo helemaal snapten ook. Ah ja, ik heb wel een uitleg over waarom het de film Catacombe heet. Want daar waren wij eigenlijk dus allebei niet helemaal in mee. Catacombe is eigenlijk de backstage van een voetbalstadion. Is een catacombe. Dat is wat dat vroeger wel ook was bij een colosseum bijvoorbeeld. Okay. En dat is eigenlijk de uitleg ervan. Daarom heet het catacombe. Ze gaan op verder zo. Ja, het is de behind the scenes, zogezegd, van een voetbalstadion. Oké, okay, okay. Dat weten we dan ook. Het was een leuke avond. Ja, he? Het was wel een leuke avond, maar ik vond de film, eerlijk gezegd, heel eerlijk, vond ik hem niet super. Het was een doorsnee film. Ja. Sorry. Hey guys, nieuwe dag aan het filmfestival van Oostende. Het is dag 6 al. En vandaag is de première van de film Wij, eigenlijk de Belgische première. En ik ga die eerst gaan kijken en dan hebben we nog een praatje met Paulien onder andere. De kikst is er al. Yay! Hoe is het, Paulien? De nieuwe leuk. Ja, goed, maar en het is wel zo. Ja, het gaat wel een beetje koud. Het is geen zomer meer, hè? Nee, en normaal ging het mooi weer zijn vandaag. Ja. Maar ik heb al mijn plaatsje daar al gaan reserveren in de zaal. Echt? Hey, Lola! Ze is ook van de kant. Hi. Hallo. En ben je ook enthousiast? Ik wil blij blijven. Wat? Ben je enthousiast? Ik ben super enthousiast. Ja, dat is de beste vlogger. Oh ja, klopt. Oké, dat is Tom van Bouw zit in de zaal, die mag ook aan boord komen. Hallo. Ondertussen zit ik bij Paulien. Hallo. En zij speelt Liesel in de film Wij. Ja, Paulien, hebben jullie ooit wel in de Vlogs gezien, de mensen die mij Vlogs volgen? Ja. Maar hoe ben je eigenlijk ooit op cast geweest? Ik ben via Facebook gecast geweest, dat klinkt misschien raar. Maar dat is omdat het een film is waar ze meer personen nodig hebben die het een beetje zijn dan bv's die het kunnen acteren. Dat was de bedoeling dat we het meer zo wel waren al. Dus, is dus aan het kijken, is dat kotje bezet of wat? Nee. Is bezet dat kot? Ah, nee. Nee. Ah ja, ladies night. Oké. Dus, ja, wacht hè. Ja, dus eerst waren ze begonnen met op een klassieke stijl te casten. Allemaal achter een tafelke, castingbureau, volgende. Maar dan vonden ze niemand die zo naturel in die rol zou passen. En dan is René, de regisseur, en Lara, die het kostuum doet, die zijn naar een festival samen bijna gaan. Die zijn op Facebook naar kunstschool. Ik zat op de kast, ik studeerde film. Ik heb ook een kunstschool daarvoor gezeten. Ik weet niet via welke school dat ze mij gevonden heeft. Maar ze had mij aangesproken, maar ze had heel veel mensen van Gent aan mijn vrienden aangesproken. En toen dacht ik, zeg, als ze heel Gent vragen, wat voor film is dat? Nee, ik kwam niet. En dan de tweede keer zei ze, Paulien, we zijn van Nederland en we komen nog één keer naar Gent om te casten. En we willen echt graag dat je komt. En dan dacht ik ook, en dan ben ik toch gegaan, maar ik had het scenario niet meer herlezen.
sinds de vorige keer dat ik niet gegaan was. Dus dan ben ik daar gegaan en ik heb heel die scène zelf ingevuld in die casting. Was je niet wat bang dat je zo niet te veel Tommy Hogan komen? Tekst niet kende dan? Nee, ik voelde dat het laagdrempelig was ofzo. Of dat niet stijfjes was. Ja, dat de hele crew en zo en het hele gevoel van de hele film is alles is losjes en open-minded en ik kom er toe en ja, heel zeker. Maar heel expliciete scènes ook. Ja, dat is niet opgenomen met jullie, die expliciete scènes dan? Dat mag ik niet zeggen. Oké, dat mag je niet zeggen. Oké, maar je moet zeker die film gaan kijken als je ja, toch sowieso. Wat kunnen ze verwachten als ze gaan zo in 3 woorden of zo? Seks. Goeie vrienden en ja, zeg dat. Ik vond het heftig. Hard. Ja, hard, heftig. Ja. Dat was echt het woord die bij mij direct opkwam na de film. En, ja, dat klopt wel. Dat is echt de meeste mensen. En zin om nog verder te carrière te maken? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, ik zou gewoon graag nog een keer in iets spelen, maar zoiets helemaal anders. Iets drama? Ja, ik ben zelf iemand die heel graag naar trage gevoels, Europese films kijkt. En ja, zelfs is dat mega wens om zo'n keer heel diep te gaan. Ja. Dus iedereen kan je gewoon echt bellen, mailen, weet ik veel. Ja. Je ziet het ja, niet iedereen, hè, hoor. Mensen die goede films willen maken. Ja. Ja. Oké, super, dankjewel. Hey jongens, afgelopen dagen ben ik dus niet meer geweest naar het filmfestival van Oostende, want het was enorm druk met andere projecten, dus eigenlijk ben ik donderdag en vrijdag niet gegaan. Maar ja, vandaag is zaterdag en vandaag is het de dag van de Insource en ik ben enorm benieuwd wie er gaat winnen, wie ik kan spreken op de Rode Loper. En ik ga straks vertrekken naar het hotel, want ik heb een hotelkamer geboekt, want het wordt waarschijnlijk een late avond. Dus ja, welkom bij het laatste deel. Laatste dag van het filmfestival van Oostende en ik heb al mijn kostuum aan, want het zijn de Insource vanavond en ik ga proberen zoveel mogelijk mensen voor jullie te spreken en te interviewen. En alle vragen die jullie hebben ingestuurd of via Instagram, die ga ik dus proberen te stellen. Ik ben nu al aan het trillen met die camera, dus ik ga statief meedoen deze keer en ik heb iemand mee die daar eigenlijk voor kan kijken. Hey allemaal, ondertussen sta ik op de Rode Loper van de Insource en ja, het filmfestival van Oostende deze week was wel al bijzonder, interessant eigenlijk. We hebben eigenlijk al iemand geïnterviewd, Lisa Naert, maar die zie je dus nu. Welkom, anders op de Insource, Lisa Naert. Ja, wat verwacht je van vanavond? Ja, wat verwacht ik? Ik weet niet, ik ben eigenlijk benieuwd. Ik ben natuurlijk benieuwd naar Hubertus. We zijn een paar keer genomineerd, dus ik ben heel, heel benieuwd wat er uit de bus gaat komen. Hoop ik iets, dat we één van de nominaties kunnen verzilveren. En voor de rest, ja, hopelijk gewoon plezier, hè. Ja, en heb je al iets van het filmfestival meegemaakt? Of? Nog niet zo veel eigenlijk, helaas. Nee, ik ben veel aan het werken geweest en ben al blij dat ik er vanavond ben, dus ik ga zien. Oké, geniet ervan vanavond. Dankjewel, jullie ook. Ja, ja het was echt een hele even dat ik moest zijn, de jongste was. Ik heb dat absoluut nog niet gedaan, denk ik, hoop ik. Ik ga nog wel druk op nu als was. Nog meer na dit. Welkom al sinds bij de Insource vanavond. Dankjewel. En wat verwacht je eigenlijk van vanavond vooral? Ik heb geprobeerd mijn verwachtingen. Ik ben gewoon super blij met die 3 nominaties. Mm-hmm. Ik heb, en voor mij is de avond al geslaagd. Is dat echt al als een overwinning een beetje dat je genomineerd bent? Of? Ja, dat is super leuk omdat dat 3 heel fijne andere projecten waren. En dat je dan voor alle 3 er een beloning voor krijgt is heel fijn. En plus het feit, het is dit jaar niet mijn jury. Mm-hmm. En dan heb ik het eigenlijk ook aan mijn collega's te denken dat ik genomineerd ben. Dus dat vind ik wel ontroerend, ja. Ja. En voor welk project denk je dat je dan dat je kan winnen eigenlijk? Waar je het meeste kans voor maakt dan?
Ja, ik moet wel zeggen, voor televisie zou ik het... Ik vind dat Veerle moet winnen. Ik ben tegen mijn eigen winkel aan het praten. Omdat dat gewoon een veel grotere rol is. Allee, mm-hmm. En dat verwacht ik wel, dat zij wint. En bij façades weet ik het niet. Heb je nog... Ik ben perfect dat ik niks vind, maar ik ga... Wat ik zeg, ik ben echt blij. Ja. Eén vraagje nu. Heb je nog iets van het filmfestival meegemaakt deze week? Of? Nee, ik heb geen tijd gehad. Ik heb geprobeerd naar de opening te komen, maar het was, ik was aan het filmen. En bezig met andere projecten. Ja. Dus iets dat je al kan zeggen over de nieuwe project? Ja, over water zijn wij aan het draaien. En dat gaat over? Ja, ik weet niet wat ik daar maar aan mag zeggen. Dus ik ga mij even niet uitspreken. Maar dus over water, en die kunnen we dan volgend jaar verwachten? Ja, die begint half december. Oké, super. Maar wij zijn al een tweede aan het draaien. Ah, oké. Oké, ja, alvast veel plezier vanavond. En bedankt. Dank je wel, jij ook veel plezier. Dank je wel, hoor. Ja, wat verwacht je van vanavond? Ik weet niet, je bent voor veel dingen genomineerd. Dus, Goh, wat verwacht ik van vanavond? Ik denk dat er veel mogelijk is. Ik denk dat we in een vrij stevige competitie zitten. En ik denk dat we er gewoon van uit moeten gaan dat er niet zoveel gebeurt vanavond. En dat alles dat ik prijzen gewint dan een cadeau is. Dat denk ik dat het meest nuchtere approach is. Maar het is een academisch systeem, dus we weten niet, ik het vriendelijk is gaan. Maar dat is ook tof. Ja. En ben je met nieuwe projecten al bezig, dat de mensen nog iets over kunnen... Ik ben met vrij veel nieuwe projecten bezig, maar daar mag ik nog niet zoveel over zeggen. Okay. Dan nog één iets. Ben je meer een tv of meer een seriemens of meer een filmmens? Ik maak vrij graag series. Ik vind series vrij interessant om te maken. Omdat je door beslissing te nemen dingen op kortere termijn moet draaien. Dus moet je keuzes interessanter maken. Aan de andere kant ga ik wel altijd zeggen dat mijn ware hart bij film ligt. Sowieso. Oké, super bedankt voor het interview. Dus ja... welkom op de Answers. Wat verwacht je van vanavond? Oh, wat verwacht ik van vanavond? Dat het leuk gaat zijn. Dat we mensen terug gaan zien waar we heel lang en heel veel mee samen hebben gewerkt. En ik hoop dat er een fijn feestje is achteraf. Ja, tuurlijk. Maar en wat verwacht je zelf van de genomineerden? Van wie dat er gaat winnen? Wie denk je? Dat weet ik echt niet. Heb je zo'n beste zelfs, film en favoriet? Ik niet de helft niet van wie dat er... Ja, maar nee, omdat ik... Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Mogen de beste winnen. Ja, dat is waar. En trouwens, proficiat voor Tabula Rasa. Was een prachtige serie. Wel jammer dat het natuurlijk zo heel snel dan gepasseerd was. Mm-hmm. Maar wat heb je zelf eigenlijk van reactie, eigenlijk van algemene reactie gekregen van het publiek? Of wat is er je bijgebleven? Dat mensen het soms meestal wel een beetje bangelijk vonden. Dus een beetje angstaanjagend. Ja. Maar wel dat het... Dat het een mooie combinatie was tussen een verhaal met emotie en een verhaal met spanning. Mm-hmm. En dat is hetgeen waar ik toch het meeste heb onthouden eraan. En zat je de kansen goed in voor vanavond? Of? Je hoopt om te winnen? Maar nee, want uiteindelijk ben ik al blij dat er 3 actrices van de serie zijn genomineerd. En ik heb er aan meegeschreven, dus voor mij al... Het is voor mij al heel fijn om zoveel nominaties te hebben. Ja, het was een groot succes, hè, blijf hè. Absoluut. Maar geniet ervan vanavond. Dank je. En hopelijk tot de volgende keer. Dankjewel, hè. Tada. Ja, alleszins welkom op de Answers vanavond. En wat verwacht je vooral van vanavond? Ik verwacht een gewoon warme, leuke, rustige, gezellige avond. Ben je meer een serie of toch meer een filmmens? Boeken. Nee. Serie, films... is het voor mij allemaal, maar toch meer film eigenlijk. Ja. Heb je zelf een favoriet van dit jaar dat je misschien al hebt zien passeren van Vlaamse producties? Goh, ik heb niet alles gezien, dus dat vind ik eigenlijk ondankbaar. Eigenlijk moet of je alles. Iets dat is opgevallen misschien. Nee? Heel weinig gezien. Ja, wat zit er van nieuwe projecten aan te komen bij jou? Goh, er liggen nog 4 films op de plank en nog een serie voor volgend jaar. Dus, maar eerst nog even pauze en even genieten. Ja, oké. Okay. Heel veel plezier vanavond. Dankjewel, hè. Ja, en sowieso de rode loper van de Insert zit er eigenlijk al op. Maar dat was eigenlijk het al voor de vlog van het filmfestival van Oostende. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben. En ik ga hier proberen nog een beetje mee te feesten met alle BV's en alle mensen die ik heb leren kennen deze week. Bedankt aan het filmfestival van Oostende, ook aan de Insert en eigenlijk aan alle andere social media reporters voor eigenlijk gewoon een superleuke week. En hopelijk zie ik jullie in de volgende vlog terug. Je kan hier terecht voor een andere video van een vlog van mij te kijken. En hier kan je terecht voor een vlog te zien van vorig jaar. Dus hopelijk tot de volgende keer. Bye bye.